sta hier bij een waterval omdat het kan. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, jullie enige echte Zeepie. In de vorige aflevering hebben wij de eerste dungeon gehaald en in deze aflevering gaan wij sidequest doen. Jullie hebben het meest gestemd voor de sidequest en ik was deze al eigenlijk van plan om te gaan doen. Ja. Ik zei bij Zorgens Waterval omdat we dus zeg maar heel eventjes de opening zouden gaan maken voor de Gorenblade. En iedereen had gevraagd sidequest. Er zijn er dus zeg maar een heleboel sidequests die we gaan doen. Ik ga alleen de ijskeveren in deze aflevering nog doen. En volgende week gaan we dus voorbereidingen treffen voor dus zeg maar alle sidequests die we op dit moment kunnen doen. En in deze aflevering ga ik heel eventjes een beetje vertellen wat we dus zeg maar volgende week kunnen verwachten. Ten eerste wil ik jullie heel eventjes vertellen. Zora's domein is compleet bevroren. En het enige nadeel is, je zou zeg maar dit hele gebeuren kunnen skippen door naar Kakariko Village te gaan en Blue Fire te kopen. Vergeet niet, Blue Fire kost wel 200 rupees of 300 rupees zelfs. Dus ja, dan zou je dit hele gebeuren kunnen skippen. Hoef je alleen maar King Zora te bevrijden, want die zit vast in een rood ijs. Heel veel noemen het gewoon heet ijs, omdat blauw vuur is koud vuur en rood ijs dat is warm ijs of zoiets in die trend. En daarmee kun je dan King Zora zeg maar bevrijden, maar dan skip je een heleboel. Als je deze sidequest nu al gaat doen, dit is eigenlijk required om de watertempel te openen. Maar als je dit zeg maar op dit punt al gaat doen, krijg je al gelijk de 3 pieces of hearts die we dus zeg maar nodig gaan hebben. We krijgen gelijk de song om naar Hylian Lake toe te kunnen. En we krijgen eigenlijk best wel heel veel goede, coole stuff. Dus dat willen we allemaal zeker meenemen. We hebben de Megaton Hammer gelukkig hiervoor niet nodig. Dus daarom neem ik jullie gelijk hiermee naartoe. Nou, hier moeten we eventjes over ijs plateautjes gaan schakelen. Ik moet zeggen, dit keer is mijn setup totaal anders. Dus ik weet niet of er iets veranderd is. Ik speel op dit moment zeg maar zowel met de tv als met de gamepad. Ik zit nou gewoon dus zeg maar achter mijn pc met de gamepad voor mijn neus. Omdat ik dus zeg maar 1 aflevering hoef op te nemen. En dus niet heel mijn studio setup wou veranderen. Wat ik normaal gesproken doe bij 300 verschillende afleveringen. Of als ik dus een recording sessie heb van 3 à meer afleveringen. Maar goed, hier zit dus een gratis piece of heart die we dus zeg maar gratis even niks op kunnen pakken. Dus heel erg handig. Dus ik weet niet of mijn setup een beetje anders klinkt, maar ik wou wel mijn gewone microfoon hebben. Dus ik wou eigenlijk op dat punt. Kan ik erop klimmen? Please, zeg maar dat ik hierop mag klimmen. Klim maar op, Link. Nee, natuurlijk niet, hè. Dan klim ik hier wel op. Ik ben nog een beetje aan de snotterige kant, nog steeds. Ik weet niet waarom, maar op het moment dat het dus zeg maar warm weer is, begin ik even te snotten. Ah, ja, hier kan ik op klimmen. Oké. Okay. Want daarachter hebben we dus, ja, auw. Daarachter hebben we dus zeg maar een opening in de muur zitten. En dat is dus zeg maar de cave waar dat we naartoe willen gaan. Deze cave is heel erg makkelijk, want het telt als een cave met een map en een kompas. Dus zeker handig om dat te weten. Maar hier moeten we dus zeg maar het een en ander eventjes gaan doen. Zoals bijvoorbeeld Blue Fire Collector, gratis en voor niks. En ik vind deze muziek ook mooi. Moet ik heel even erbij zeggen. Wat we dus zeg maar volgende week allemaal gaan encounteren. Heel veel pieces of hearts, dat sowieso. De Big Goron Blade gaan we krijgen volgende week. We hebben heel veel dingen die we gaan doen als jongling. We gaan de Lens of Truth te pakken krijgen. We gaan, ik denk ook voor alle Po's, dat weet ik nog niet zeker. Dan moet ik heel eventjes kijken hoe en wat. Het is één enorme saaie, vervelende rotquest. Maar dat zorg ik wel voor de empty bottle. En aangezien dat het een 100% run is, ik heb al gezegd dat we dus zeg maar niet voor alle hard containers zou ik zeggen. Natuurlijk gaan we voor alle hard containers. Maar dat we dus zeg maar niet voor alle golden sculptures gaan. Dus om die bottle ook te gaan skippen heb ik zoiets van nee, dat vind ik niet kunnen. Dus we nemen die ook sowieso mee. En volgens mij heb ik dan alles wel een beetje opgenoemd. Dus ja, we gaan ook nog naar de well. Om, ja, zoals ik al zei, Lens terug te pakken te krijgen. Dus ja, heel veel sidequests die we dus nog gaan doen op het moment. En dat is de uitgang, daar wou ik niet naartoe. Het zorgt wel in ieder geval voor veel liefde. Voor veel liefde, verdriet. Ik bedoel, deze... Nou, het is niet echt een sidequest. Dit is required om te doen. Dit kun je doen, zeg maar, nadat je de... eigenlijk volgens mij kun je dit al gelijk in het begin doen als Adult Link. Ik bedoel, volgens mij heb je de hookshot hier nog niet eens voor nodig. En 3 bottles heb je sowieso al, dus... Maar misschien dat je ergens pijlen voor nodig had, weet je niet zeker? Auw. Dus, maar ja, we hebben hier in ieder geval ice physics. En ice bats. Dus ik pak wel heel eventjes mijn bow en arrow erbij. Ik bedoel, we hebben hem.
Dus might as well use it. Oké, nou, hier hebben we dus zeg maar een sleutelmechanic dat we dus zeg maar de zilveren rupees moeten pakken, hè. En als we die rupees dus zeg maar pakken, dan... Auw. Dan moet je ze dus zeg maar allemaal pakken en dan gaat er een deur open. Hier hebben we ook Golden Scotchella's trouwens. Die zou ik ook gelijk even meepakken. Ik bedoel, ja, zoals ik al zei, we gaan voor 50, dus we kunnen de helft eigenlijk skippen. Maar op het moment dat we nog niet op de 50 zitten, denk ik bij mijn eigen van ja, we kunnen ze net zo goed pakken. Dus als we ze zien. Nou, even kijken, want dan weet ik dat er hierboven nog eentje zit. Nou, echt serieus, dit is zo irritant. Heb ik trouwens 3 lege flessen of heb ik nog... Oh, ik heb melk en bugs. Nou ja, die bugs die kan ik gewoon vrij laten. Die melk die zuip ik gewoon op, want tot nu toe heb ik nog steeds geen healing potions gebruikt. Ben ik trots op. Dus, Oké, nou, die deur hebben we open. Je krijgt er ook nog eens een paar muntjes voor, want de silver rupees die tellen een beetje als de blauwe rupees. Je krijgt er 5 voor, geloof ik, per rupee, dus, Maar ik vind het sowieso een irritante mechanic, hoor, die zilver... Ik bedoel, geef dan een switch of zo. Waarom zou je die roepjes moeten... En ze hebben er een paar keer in gezet. Het zit er niet te veel in of zo, maar ik ben er niet echt verliefd over van. Oké. Nou, Frost Dude, je bent een nieuwe vijand en ik heb je nog niet eens een introductie gegeven omdat je stinkt. Ik denk zeg maar even. Auw. Eens even kijken, want deze... Het is geen grote dungeon, dat absoluut niet. Dus we kunnen hier eigenlijk best heel erg veel vinden. En het zijn niet echt veel kamers, dus... Hallo. Ja, ik ken wel pijl op je gast, maar nee, weinig nut. Nee, don't you freeze me! Goed zo. Ik hou ervan om zo'n standaard spinaanval te doen. Oké. Weet je wat? Ik zal het heel netjes doen. Ik pak de hartjes. En dan doe ik heel eventjes mijn empty bottles heel eventjes maken. Even kijken. Even melk. Die zal... Echt, vergeet niet, deze melk is 7 jaar oud, hè. Maar, bijzak. Oké, nou, die mag dan even kijken, hoor. En de laatste, die doe ik even onder. Oké. Drink je melk, Link, die 7 jaar over de datum is. Nou ja, eigenlijk Zeepie, want je heet geen Link, je heet Zeepie. Moet wel. Jij heet Zeepie. Wij maken schoon schip. En wij hebben een hekel aan Kokiri gekregen, want ze hebben ons verraden. Oké, nou. Bugs, jullie zijn vrij. Neem de vrijheid. Neem de koffie. Neem de iets. Nou is het dus zeg maar heel erg vaak zie ik in de reacties of zo. In de reacties zie ik heel erg vaak van ja, ben je koffie verslaafd of zo. Maar nou jullie weten, dat ik best wel een oude Farfetch. Oeh, dat ging me net goed. Dat ik een oude Farfetch ben. Ik ben voor de 7e keer 20, of eigenlijk voor de 8e keer 20. En ja, Navi. It's blue fire. It doesn't seem natural. Maybe you can use it for something. Nee, god, meen je dat nou? Oké, dus we vullen eventjes deze ding op. Nee, maar de reden waarom dat ik begin elke dag eigenlijk gewoon lekker met een bakje koffie. En dat is gewoon zeg maar van... dat maakt me goed wakker en energiek voor de opnames. Want ik wil wel natuurlijk energiek zijn voor de opnames. En ja, dat heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met dat ik beveiliging heb gedaan. Als werk heb ik beveiliging gedaan. En ja, dan heb je heel erg vaak nachtdiensten. En geloof me, nachtdiensten die kunnen nogal bevroren zijn. Nee, nachtdiensten die kunnen nogal zwaar zijn. En het enige wat je op zo'n nachtdienst eigenlijk deed... Ik wou niet naar beneden springen. Het enige wat ik op zo'n nachtdienst eigenlijk deed, dat was dus zeg maar de boel in de gaten houden. Wat je dus doet als beveiliging zijn. Maar vergeet niet, er is dan bijna niks te doen. Dus buiten je rondes te lopen, drink je eigenlijk de hele dag door koffie. Dus ja, of ja, de hele nacht door. Ligt eraan. Soms heb je wel eens vroege diensten, dan is koffie ook je grootste vriend. Maar ja... Daarom ben ik eigenlijk best wel een koffieliefhebber. En dan zou je denken, komt koffie dan niet ondertussen je neus uit? Nee, want ik drink het maar 1 keer of zo vandaag. Dus in dit geval elke keer als ik net wakker word. En ik ben nog steeds een nachtperson. Ik bedoel, mijn dagen die lopen eigenlijk zeg maar een beetje van... even kijken, ik kijk naar mijn verkeerde scherm. Ik kijk nou automatisch naar mijn PC-scherm en die heeft een delay. En daar moet ik niet naar kijken, want dat gaat helemaal fout. Nou, ik heb zo'n dagritme zeg maar van 4 uur 's ochtends tot... 12 uur sta ik op en om 4 uur 's ochtends ga ik naar bed. Dus dat klinkt van, oh, iedereen, je gaat pas om 12 uur 's middag, hij slaapt elke dag uit. Nou nee, ik slaap gewoon 8 uur. Dus dat is heel raar, maar ja, ik ga ook om 4 uur 's ochtends pas naar bed doen. Omdat soms heb ik nog wel editwerk of soms ben ik nog even bezig met
scripts of ideeën voor volgende opnames. Waar we eigenlijk brengen bij het volgende. We hebben trouwens wc-papier gevonden. Yay. Waar we eigenlijk brengen bij het volgende. Ik heb een idee voor de weekend special. Maar daar wil ik jullie mening ook heel eventjes over hebben. Want het oorspronkelijke idee was dus zeg maar om H1Z1 Battle Royale te gaan doen. Het enige nadeel is, ik heb daar zeg maar wat opname issues mee gehad. En het spel is nog steeds in alpha. Dus het wordt wel elke keer geüpdate en ja, ik zit eraan te denken om dat idee eigenlijk te scrappen. Maar ik wil jullie mening daar eigenlijk ook een beetje over hebben. En vleermuis, ik negeer jou gewoon. We hebben nou 3 vlammetjes, dat is meer als genoeg. Maar mijn idee was dus zeg maar omdat, ja, GTA 5, dat is nou zeg maar het spel wat vandaag toevallig ook gestreamd gaat worden bij de Touwlegros op het kanaal. En ik denk zelf dat ik het zaterdag ook ga streamen. Maar ik ben er ook van plan, zeg maar, omdat ik dus, zeg maar, weer weekendvideo's wil maken. Om dus, zeg maar, ook een paar GTA Funny Moments video's op te gaan nemen. En, nou heb ik gisteravond, heb ik dus, zeg maar, een sessie gehad met een gedeelte van de crew. Gewoon een for fun sessie, om eventjes uit te proberen. Wat zijn leuke dingen die we kunnen doen met grapjes en zo. En dat soort dingen. Trouwens, deze rode muren, dat is hetzelfde materiaal, daar moet je de blauwe vlam op gebruiken. Maar nou ben ik dus van plan, zeg maar, om daar dus een soort van funny video moment van te maken. Een zeepie-stijl, we hebben dan handdoek-stijl. En gisteren heb ik toch nog even met Leroy, heb ik behoorlijk lang nog eigenlijk door zitten te spelen. En we hadden zoveel funny moments eigenlijk, dat ik het jammer vind dat ik mijn opname niet aan had gezet op dat moment. Maar ja, dat kan nog altijd gebeuren, dus maar ja, sowieso vanavond dus een livestream op de Touwlegros' kanaal. Zoals altijd zet ik eventjes de link in de beschrijving. Zodat we weten, zodat jullie weten waar dat livestream plaats zou vinden. Nou, deze kamer die is heel erg belangrijk. Sowieso hebben we hier weer gratis blauw vuur die we dus kunnen vullen. Er zit hier ook een Skulltula. Die we hier goed kunnen horen. Maar het allerbelangrijkste wat ik hier wil meenemen is deze piece of art hier. Nogmaals, gewoon blauw vuur gebruiken. 2 bottles is trouwens ook genoeg voor deze wereld, hoor. Ik bedoel, 3 is handig. Dat is eigenlijk super makkelijk. En 2 is iets uitdagender, maar ja, ik wil eerst eventjes die Skulltula. Even kijken, waar zit die? Deze die wil ik daar plaatsen. Volgens mij zat die hier bij de Piece of Heart kamer. Daar zit die. Hallo. Pak hem op. Pak hem op. Goed zo. Yo, destroy the golden sculptula. Yay! Oké, nou, dan wil ik nog heel eventjes deze bottle eventjes vullen. Is dat ook een... Nee, dat zijn van die keys. Domme vleermuizen! Vleddermausen! In zijn Duits. Dus, maar ja, elke kamer zeg maar waar je weer gratis Blue Fire kan vinden. Vergeet niet, hè. Blue Fire kost gewoon in de winkel kost gewoon 300 roepies. Dat is gewoon belachelijk. Terwijl je het hier... Dat wil zeggen dat ik hier dus gewoon al 900 roepies mee bespaar. Ik bedoel, waarom zou je zoiets duurs... Maar ja, vergeet niet, een vis kost ook 200 roepies. En die hebben we ook gewoon gratis even niks te pakken gekregen. Nou, ik zal deze ook gelijk even meenemen. Is wel zo vriendelijk. Want hier zit namelijk ook iets in wat zeker handig is. Mocht je niet bekend zijn met deze dungeon. Namelijk. De Camp S. Ja, dit is een soort van. Zoals ik al zei, het is een beetje een mini-dungeon idee wat je hier eigenlijk hebt. Ik bedoel, je hebt dus zeg maar. Je hebt hier zeg maar dus wc-papier in zitten en de Comp Air, zoals ik al zei. Maar je hebt hier niet eigenlijk een Final Boss in zitten. Je hebt hier een Piece of Heart in zitten, waardoor dat het dus niet echt een dungeon-like is. Maar omdat je hier dus wel een kaart hebt en een kompas, kun je het eigenlijk een beetje beschouwen zeg maar als een, ja, als een mini-dungeon. Oké, nou, hebben we hier die... Au. Hebben we hier die deur... Wat hebben we die deur opengemaakt? Hier toch, deze. Ja. Is dit die deur die we open hebben gemaakt? Of is dit waar we uit zijn gekomen? Mij niet. Nou, is dat dan deze hier? Is dat dan deze? Ik ga voor deze! Ik verdwaal hier altijd een beetje hoor. Sorry, mijn excuses daarvoor, maar. Als ik me niet vergis. Kijk. Ja hoor, dit is die irritante puzzelruimte. Even de pijlenboog heel eventjes pakken. Ik heb hier eventjes de hoeksel nodig, want er zit hier een golden skulltula. En hier moeten we dus zeg maar weer van die dingen gaan verzamelen waar ik geen zin in heb. Oké.
Deze physics duwt het plateautje en het gaat automatisch, zeg maar, het schuift totdat het, zeg maar, tegen een obstakel aan botst. Je hebt dan ook weer een blue fire, maar als je dus, zeg maar, die ene kamer hebt gebruikt waar we net een piece of heart hebben gevonden. Ik ben bevroren vandaag, daar heb ik geen zin in. Oh, jij denkt mij eventjes te ontkomen. Nee. Jij denkt mij ook even te ontkomen. Nee. Ik hou van de bow. Ik hou van de bow. De bow is mijn vriendje. Wij zijn vriendjes. Bo en ik. Nee, maar die bovenste dingen, daar heb je eigenlijk dus niet nodig. Daar hoef je eigenlijk nog niet eens druk over te maken. Omdat, ja, als je zo slim bent geweest om, zeg maar, 3 flesjes te vullen. Of 2 flesjes in dit geval. Oh, kom op. Hoe kon hij mij nog raken? Hij is hartstikke dood. Oké. Even kijken. Als ik hem nou die kant op duw. Het mooie is, mocht je dus, zeg maar, het verschroeven, dan kun je hem gewoon, zeg maar, van het plateau afdouwen en dan respawnt hij gewoon weer op zijn oorspronkelijke plek. Daar zit de Golden Skulltula waar ik het over had. Die zullen we ook even gelijk even mee bieten. Ik heb trouwens geen flauw idee hoe lang dat deze aflevering gaat duren, want mijn idee was dus, zeg maar, om deze gewoon in 1 aflevering te doen. Ik bedoel, het is een micro-dungeon, dus ik dacht, dat kunnen we wel in 1 aflevering doen. Tenminste, ik vind van wel. Voor de mensen die dat niet vinden, we doen het toch. Want we zijn al bijna op het einde. Ik bedoel, we hebben de piece of heart al. We hebben de kompas al gevonden. We hebben de wc-papier al gevonden. Het enige wat we nou nog hier hoeven te doen, is al die roepies te verzamelen. Waar ik geen... Waar ik geen liefhebber van ben. Ik leer er bijna uit, zeg. Zoals Leroy zou zeggen, op je backshin. Ja, heel veel... ik weet niet hoeveel mensen eigenlijk bekend zijn met de game Phoenix Wright. Maar... ja, Phoenix Wright, dat is dus, zeg maar, Leroy die is dus, zeg maar, 9 van 10 keer, in elke game is hij dus, zeg maar, het karakter van Phoenix Wright, de game, daar is hij dan Phoenix. En daar is hij dan advocaat, en eigenlijk een verdedigingsadvocaat, dat is, zeg maar, Phoenix in zijn spel. En vandaar, daar komt eigenlijk de grap Objection constant vandaan, dus zo'n beetje, een beetje weer meer. Dan vraag ik mij af, kan ik die sprong zo maken? Ik ga het gewoon wagen, ik ga het gewoon doen. Dit is een dom idee. Voordat je het gaat vragen. Nee, deze roepies die kun je niet pakken met een hookshot. Jammer genoeg, anders had ik het al lang gedaan. Oké, nou, dan is er nog eentje die we te pakken moeten krijgen. En dat is dus, zeg maar, in die achterste hoek. En dat is mijn minst favoriet. Oké, dus even dat blokje even resetten. Oké, dus dan... Volgens mij is deze makkelijk eigenlijk. Ja, ik hoef hem alleen maar... Hoezo is deze moeilijk? Deze... Nee, niet klimmen, Link. Niet klimmen. Zeepie. Niet Link, Zeepie. Fout. Ik. Stout. Mooi. Ja. Ik weet niet waarom, maar elke keer als het mooi weer begint, begin ik te snotteren. Daar heb ik echt een hekel aan. Oké, nou. Als ik deze nou eens heel eventjes... Dat is de laatste. Daar heb je dus die blue flame voor nodig. Dankjewel. Nou, dan gaat die deur daar open. En heel veel denken eigenlijk dat je daar dus, zeg maar, voor die deur... Ja, volgens mij had je hem daar trouwens op voor nodig. Ik weet het niet zeker, maar... Even kijken, hoor. Camera doet nou eens goed. Volgens mij heb je hier ook dat plateau voor nodig, hoor. Ja, ik heb dat plateau voor nodig. Nou, wat ik normaal gesproken doe, er is nou nog 1 blue flame plekje waar we dus eigenlijk naartoe moeten gaan. En aangezien dat de King Zora en de shop ook wil openen, ga ik nog heel eventjes snel terug naar die ene kamer toe... Om dus heel eventjes de blue flame eventjes te herstellen. Zodat we nog 3 blue flames hebben. Eentje voor die ene kamer om dat door te gaan. En dan 2, zeg maar, om King Zora te bevrijden en de shop. Dus ik neem jullie gewoon heel even mee. Vind ik wel gezellig. Dus ja. Zo leren we elke dag weer meer over de handdoekcrew. Dus ja. Oké, ja. Tik, tik, tik. Allemaal ijspegels die vallen. En hoezo ben jij gerespand? Daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Sterf. Oké, nou. Je hebt blauwe vlammen, blue flame. Flame. Dit is zo flame. Oké. Jullie snappen de grap nou wel. Trouwens, er is nog een handig ding wat we hier al gelijk krijgen. Auw. Mocht je dus, zeg maar, dit doen, dan krijg je ook gelijk, zeg maar, weer een nieuw item waar we dus, zeg maar, dadelijk achter gaan komen. Dus, er is nog een reden waarom dat je dit eigenlijk wil doen. Ja, dat is required voor die dungeon, zoals ik al zei. Maar het is eigenlijk best wel handig om die al eerder te krijgen... voordat je, zeg maar, aan de tempels gaat beginnen. Ik bedoel, het zijn sidequests en... Ja, als je dus, zeg maar, meespeelt, dan heb je dus, zeg maar, best wel veel... Even kijken hoor, als ik hem die kant op duw, dan gaat hij fout. Oh, wacht, ik heb het al fout gedaan. Ik heb het al fout gedaan. Ik moet hem anders duwen. Dus even laten respawnen.
Nee, maar als je dus zeg maar zo meespeelt met mij, dan zit je op dit moment al op 13 hartjes. En ja, op zich hoef je je dan eigenlijk bijna nergens geen zorgen meer over te maken als je sidequests gaat doen. Ik bedoel, er zijn weinig sidequests die echt zeg maar heel erg dangerous zijn. Het sterkste vijand in het spel zijn we nog niet eens tegengekomen. Die zouden we eigenlijk al heel makkelijk aankunnen op dit punt van het spel. Oké, dus wat ik moest doen is ik moet hem nou zijwaarts duwen. En dan moet ik hem zo duwen. Dan botst hij daar achter tegenaan. Even kijken. Nee. Wel. Nou, daarheen duwen. Oh, die roepies daarboven, die kun je wel pakken. Dan moet je de Song of Time spelen. En dan zullen er, zeg maar, de blokken verschijnen. Maar, ja. Roepies. Op dit moment, op dit punt van het spel, heb je eigenlijk bijna geen roepies meer nodig. Dus, ja. Waarom zou je het willen doen? Waarom zou je roepies willen pakken? Ik bedoel, de enige manier waar ik toch eventjes kan bedenken waardoor dat we roepies nodig hebben, zijn een paar minigames, maar dat zijn echt 20 roepies of 10 roepies. Dus ik zie niet echt de reden waarom dat ik hier nou nog roepies zo nodig zou hebben. Dus oké, nou, we hebben eigenlijk die enorme vervelende dungeon gedaan. Dus dan kunnen we eindelijk hier jou even kort wieken. Hé, magie, wat leuk. Oké, nou, jij bent hartstikke kapotski. Kijk, dit is die muur waar ik het over had, waar je dus zeg maar ook nog Blue Flame voor nodig hebt. En dan komen we hier aan bij de Wink Wink Boss Room. Dit is totaal geen bos. Hoi Snow. Val me eens aan. Val me eens aan. Val me eens aan. Klaar. Wauw, dat was moeilijk. En dit is eigenlijk zeg maar je reward voor dit te doen. Iron boots! So heavy you can't run, so heavy you can't float. Oké, en gasp! Waarom gaat Navi gelijk richting Chic? We meet again, Zepi. Ja, inderdaad. Koud, hè? If you came here to meet the Zoras, you wasted your time. This is all there is. Nou, ik kwam eigenlijk niet voor de Zoras, maar ik kwam eigenlijk alleen maar voor Zoi. With one exception, the Zoras are now sealed under this thick ice sheet. Ja? I managed to rescue the Zora princess from under the ice, but she left to head for the water temple. Oké. The ice is created by an evil curse. The monster in the water temple is the source of the curse. Cursing the cursors retries the curse, but cannot stop this violent curse. This shield, the sword, and feel reflects cursing the... Ja, jullie kennen de grap wel. Unless you shut off the source, this ice will never melt. If you have courage enough to confront the danger and save the Zoras, I will teach you the melody that leads to the temple. Oh, krijgen we ook nog ocarina, zit? Oké. Time passes, people move. Like a river's flow, it never ends. A childish mind will turn to noble ambition. Young love will become deep affection. The clear water surface reflects growth. Now listen to the serenade of water to reflect upon yourself. Nou, die klinkt eigenlijk relatief makkelijk. Toekomstig ik, doe je ding. Oké, mijn beurt. Een van mijn lievelingsdeentjes van de Ocarina of Time. Ah, stop nou eens neus! You have learned the Serenade of Water, een van Zepi's favoriete deuntjes. Zepi, I'll see you again. Oké. Doei! Mijn flashy note.
Oké, nou, wat je ook doet, speel dit nummer niet. Je wil hier nog heel eventjes zijn. Dit heeft namelijk een reden. De heavy boots zullen automatisch, zeg maar, hierin zitten. Bij de 3DS-versie is het een item die je kunt selecteren bij je slots. Dus hoef je dit de hele tijd niet te doen. Nee, ik wou niet zeven. Ik wil eventjes die heavy boots eventjes equippen. Dankjewel. Heb ik ze? Ja. Dus dat is een stuk makkelijker gemaakt. Dus op de 3DS-versie heb je dus weer een klein voordeel. Ik moet heel erg vaak gaan swappen. Nou, de reden waarom dat ik dit heel eventjes doe, is als we dus zeg maar dit hebben, dan kunnen we dus zeg maar één extra dingetje doen. Ja, we kunnen niet onder water ademen. Goh, Navi! Meen je dat nou? Oké, nou hier kunnen we die boots weer heel eventjes uittrekken. Oh, eventjes trouwens een side note. Dat vissen wat we gedaan hebben toen we volwassen werden. Mocht je daar nou problemen mee hebben, als je de Iron Boots hebt, die Piece of Heart, die we dus zeg maar in Hyrule Castle, of in Hyrule Castle, in Hyrule Field bij die bomen hebben gehaald, dan kun je dus zeg maar, die kun je ook te pakken krijgen als je dus zeg maar de Iron Bow gebruikt. Of de Iron Bow, de Iron Boots. Ik kan niet praten vandaag. Blablabla. Oké, nou. Dit is heel erg belangrijk wat we hier gaan doen. Zorg er op zijn minst voor dat je veel hartjes hebt. Want op dit punt hebben we dus zeg maar geen mogelijkheid om dus onder water te ademen. Maar willen we hier wel eventjes iets doen. We willen hier namelijk de Iron Boots eventjes dragen. Ik druk weer op het verkeerde knopje. Dory! Hier willen we de Iron Boots heel even dragen. Want dan zinken we dus zeg maar hier naar de bodem toe. En dat willen we zeker doen. Komt de timer in beeld? Vergeet niet 8 seconden per hartje als ik me niet vergis. Dus we hebben 1 minuut en 44 seconden. En we willen hier naar beneden toe, omdat er zit hier op de bodem van het water. Er zit ook nog iets heel erg handigs wat we zeker willen hebben. Namelijk, zoals je hier al ziet, een piece of heart. Ja, ik zei al, 3 pieces of hearts op 1 locatie. We hebben er 3, dus we hoeven er nog maar eentje. Nou, als je dat ding hebt te pakken gekregen, helaas kunnen we hier niet zo glitchen. Of ja, een trickje gebruiken zoals we hebben gedaan, zeg maar, bij... Ja, het kasteel. Dus ja, het nadeel is nou dat we dus zeg maar wel zo snel mogelijk weer naar boven te moeten. En dat duurt nog wel eventjes, want daar wil je er wel zeker voor zorgen dat je wel genoeg hartjes hebt. Ik denk dat 10 hartjes wel op zijn minst genoeg zou zijn, dus... Oké, nou, dan willen we ondertussen eventjes terug naar King Zora, want die willen we dus gelijk bevrijden voor de sidequest die we dus maandag gaan beginnen. En ik wil heel eventjes ook kijken hoe dat hier de shop zit. Vergeet niet, de Goron shop was een van mijn favoriete shops, omdat die gast, die had er gewoon geen zin in. Die zat echt zo van... Ik zit hier, maar ik weet dat je hier toch niks gaat kopen. Dus, nogmaals, ik vind die shops hier eigenlijk best... In de oorspronkelijke Zelda, Zelda 1, daar moest je gewoon dingen kopen in de winkels... om dus, zeg maar, sterker te worden. Eerste kaars moet je kopen, die kun je niet vinden, die kun je niet krijgen. En hier hoef je bijna eigenlijk niks te kopen. Jullie hebben eigenlijk al uitgepoint dat je dus, zeg maar, zelfs de Hylian Shield... die 80 rubies kost, of 70 rubies als je een discount hebt... dat je die dus, zeg maar, ook gratis en voor niks kan krijgen. Dus, ja, ik denk dat je rubies alleen maar hier nodig hebt voor sidequests of zo. Nou... Ja, vuur helpt daar heel erg goed bij. We willen het andere vuur hebben. Oké, nou. Als we dit doen. Ik snap niet waarom dat hij niet onder het ijs is, maar zelf warm ijs is geworden. Ik snap er geen kloot meer van. Dit is zo verwarrend. Oké, nou, doen we eventjes met hem praten. Oh, I have come back to life. Was it you who saved me? Don't be nervous. It looks like you have a hard time living underwater. As an expression of my gratitude, I grant you this tunic. With it, you won't choke on the water. Nou, dankjewel. Dus we krijgen het blauwe pakkie. Dit blauwe pakkie, dat is eigenlijk bekend van Link Four Swords. Of is, is ook bekend in Link Four Swords. Maar volgens mij is dit de eerste keer dat je... Nee, wacht even, dus daar zeg ik verkeerd. Je hebt namelijk de... remake gekregen van Link's Awakening en daar had je al een blauw pakje, dus Oké, maar dit zorgt er dus voor dat we dus geen timer meer zullen krijgen op het moment als we dus onder water zitten. Dan ga ik ook nog heel eventjes gelijk langs de shop. Shopper, de shop. En die zit hier om het hoekje. En zoals ik al zei, daar heb je dus zeg maar ook de Blue Flame voor nodig om die te openen. Nou, het is niet zo dat we hier iets willen kopen, maar ja, het is net zo makkelijk om eigenlijk eventjes te laten zien wat deze shop dan wel niet heeft. En Blue Flames hebben we nou toch niet meer nodig, dus hoppakee.
Oké, deze kast ziet er eigenlijk best wel heel erg happy uit. Nou, zoals je dus ziet, ze verkopen dus zeg maar die blue tunic. Die kost 300 rupees en wij hebben weer voor niks gekregen. Dus eigenlijk is deze shop zinloos. Yay! Dus met dat wil ik het eigenlijk laten bij deze aflevering. Maandag zie ik jullie weer terug op Hyrule Field. Gaan we beginnen met de Big Goron Sword Quest. En gaan we dus zeg maar een heleboel sidequests gaan doen. Wil niet zeggen dat heel de week gevuld wordt met sidequests. Want ik denk dat we alle sidequests wel in 2 à 3 afleveringen kunnen doen. Ligt eraan hoe snel en hoe dat de progress gaat lopen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen? Leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie dan maandag allemaal te zien bij de volgende aflevering. Ik zet nog een link in de beschrijving voor deze livestream. Daar ben ik ook aanwezig van de Tauler. Die begint om 7:30. Morgen ga ik zelf livestreamen. Ik denk dat ik zelf ook rond die tijd begin. Ik denk dat ik om 7 uur al ga starten. Dus ik hoop jullie dan ook allemaal te zien. En laat weten wat jullie van het idee vinden om in een weekend special ook funny GTA moments te doen. Let wel, GTA krijgt een waarschuwing vanwege grof taalgebruik. Ja, best wel effecten waarvan ik zeg van nou, daar moet de waarschuwing voor op. Dus laat het weten in de reacties. Ik hoop jullie vanavond allemaal te zien bij de livestream. En voor de mensen die ik niet zie in de livestream, dan zie ik jullie maandag wel bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!